kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Het Nationaal Leger krijgt een nieuwe leiding. DC Nisha Kurban Babu over haar beleidsprioriteiten. Vrouwen komen weinig gehuldigd. Werkzaamheden Afobakke Highway verlopen vlot. En president IDB bezoekt Suriname. Het Nationaal Leger wordt ingaande 22 maart 2019 voorzien van een nieuwe leiding. De inauguratie van de nieuwe bevelhebber, kolonel Robert Cato di Cromo, vindt plaats op bovengenoemde datum. De opperbevelhebber der strijdkrachten, zijn excellentie Desiree Delano Bouterse, zal conform de procedure de nieuwe bevelhebber installeren. Het was natuurlijk al lang in de pipeline dat er een bevelhebber benoemd moest worden. We hebben gesprekken gevoerd met de president. Of althans, hij heeft ons ontboden. Erover gesproken. En we kennen deze president. Hij neemt zijn tijd. Overweegt alles. Doet niets ongenuanceerd. En vandaag was het zover dat hij gevolg heeft gegeven aan een voordracht voor een nieuwe bevelhebber. En aanvulling, wisselingen in de legerleiding. En de heren die zijn voorgesteld, die zijn akkoord gegaan met hun nieuwe job als de zijn bevelhebber en de rest van de legerleiding. Mogen we weten wie de nieuwe functionarissen worden? Kolonel Cato di Cromo, die reeds langer dan een jaar heeft gefunctioneerd als plaatsvervangend bevelhebber, die wordt de nieuwe bevelhebber. De nieuwe commandant landmacht wordt Tony Haps. De nieuwe chefstaf wordt luitenant-kolonel Chang Yongshu. De commandant marine wordt luitenant-kolonel QSN. Commandant luchtmacht wordt luitenant-kolonel Van Huisduinen. En de commandant MP wordt luitenant-kolonel Mettendaf. Dat zijn de nieuwe heren die in place komen. Wanneer wordt de nieuwe legerleiding aangesteld, minister? En wat verwacht de regering van de nieuwe legertop? Komende week vrijdag, 22 maart, hebben we de inauguratie van de nieuwe bevelhebber. Die neemt het vaandel over van het leger. En de commandanten worden ook als zodanig op die dag officieel aangesteld. Met een ceremonie in de Mimmerboekazerne. Het programma wordt nog bekendgemaakt. En ze weten het. Ze weten, ik heb al tijden met ze gewerkt. Ze weten wat de denkrichting is van de president. Ze weten wat de denkrichting is van de minister van Defensie. Ik heb ze vaker genoeg voorgehouden waar we naartoe gaan. De beleidsrichting van deze president met Suriname geven wij als defensieorganisatie invulling aan. Het lukt aardig en van hen wordt verwacht dat ze binnen hun stramien van functioneren een bijdrage gaan leveren aan de veiligheid van het land en ook de ontwikkeling waarbij het leger een grote bijdrage van gaat leveren. Als ik zo naar u luister, minister Benschop, dan heeft u of heeft de regering gekozen voor 5 topdeskundigen die leiding gaan geven aan het leger? Sowieso. Ze hebben 20 jaar plus ervaring. Ze hebben jarenlang leiding gegeven aan grotere eenheden. De selectie is ook kundig geweest. Dus wat we van hen verwachten, weten zij ook wat zij, de bijdrage die zij moeten leveren om tot grotere hoogtes te komen. En ze weten dat de policy van de minister van Defensie is straight to the goal. Ze weten hoe ik werk, ze weten wat ze aan me hebben. Ik weet wat ik aan ze heb.
Gezamenlijk gaan we dus één vuist vormen onder het hoger gezag van de opperbevelhebbende president. Gaan we dus verder richting geven aan het leger en verder een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Minister, er komt dus een nieuwe legerleiding per 22 maart. Maar kunt u de situatie beschrijven zoals die nu is binnen de legerleiding? Mag ik aannemen dat de regering en misschien u als minister niet tevreden bent met de situatie zoals het nu is? Kijk, we hebben het land heeft wat sociaal-maatschappelijke, financieel-economische issues waarmee we dealen. Maar in het leger word je getraind om onder alle omstandigheden te kunnen functioneren. Onder alle omstandigheden de veiligheid van het land te helpen waarborgen. De mannen die zijn aangetreden weten dat. Ze hebben het ook gedoseerd gekregen op de hogere militaire scholen. Ze weten of ze kennen de klappen van de sweep. En ze weten ook waar we naartoe moeten gaan met Suriname als onafhankelijk land. Met de riemen die we soms niet hebben, weten ze ook hoe ze verder moeten gaan. Dus ik verwacht heel veel van ze. Natuurlijk ga ik ze blijven coachen. De president heeft dus die paraplu overview. Hij komt ook als bevelhebber uit het leger. Dus hij is de beste gist die we hebben. Dus ik denk dat we met dit team, bijgestaan door mij en de president, er het beste van kunnen maken. Suriname moet voorwaarts gaan en daar gaan we voor. Tot slot wil ik aangeven dat Suriname kan rekenen op dit team. Gezamenlijk met de gemeenschap gaan we verder bouwen. Luis Alberto Moreno, de president van de Inter-American Development Bank, IDB, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Financiën, Gilmer Hoefdraad. Tijdens dit bezoek, dat plaatsvond op dinsdag 12 maart 2019, zijn een aantal belangrijke zaken goed doorgenomen, waaronder de uitdagingen van de huidige macro-economische situatie van Suriname. Well, it's an important visit in as much as we have continued to work with Suriname. We've been a partner, I think, like good partners are in the good and the bad times. And today we had a chance to review our agenda, to learn directly from the minister some of the macroeconomic challenges that the country has, how he's planning to face them, and kind of going back 3 years ago when you had tough economic moments and how the economy began to turn around. And at the same time, look at other areas where I think are critical for Suriname in the space of technology. We believe that this is an area where we can advance significantly, so we've been looking at a number of alternatives. And we equally had a chance to sign, on the one hand, a grant from the European Union, as well as what we call a contingency credit line, which means none other than an insurance policy in case, God forbid, that there is a natural disaster. Many times countries, when those disasters happen, have a challenge to get enough resources to quickly respond to the crisis. And so this is precisely the purpose of this loan that we were signing today. Deze president heeft een heel kort bezoek aan Suriname gebracht dit keer. Hij is er voor een paar uurtjes. We hebben anderhalf uur even een paar zaken goed doorgenomen. De huidige macro-economische situatie van Suriname. Zij zijn onze partner geweest in onze moeilijkste tijden. En het was goed natuurlijk om hem een goed beeld te geven van wat er allemaal hier gebeurt. Hele korte stop, ingevlogen vanmorgen. Gaat over een 2-3 uurtjes weer weg. Brengt nog een bezoek aan zijn headquarters hier.
Ik denk dat een private financiering die ze de afgelopen jaren hebben gedaan ook nog gaan bezoeken. Ik geloof dat het bij Fernandes is. En dan moet hij weer terug. Maar hij en ik hebben een hele goede relatie. Dit is een derde termijn als governor, als president van de IDB. En vanmorgen commemoreerden we onze ontmoetingen nog. In 2005, toen ik nog bij het IMF zat, maakten we toen kennis met elkaar. Hij zou governor worden, hij zou president worden van de IDB. Hij was toen nog ambassadeur van Colombia in de Verenigde Staten. En in 2010, toen ik hier Central Bank governor werd en dan ook dus de governor voor de IDB. Eerste bezoek naar hun, want we zaten in problemen, we moeten financieren. De ontwikkelingshulp was op en ik mag zeggen van vanaf 2010 hebben ze ons een hele stevige hand toegewezen. En in onze goede tijden, onze slechte tijden, hebben we altijd op ze mogen rekenen. Verder dan dat hebben wij natuurlijk een aantal projecten doorgenomen, hoe ze gaan. En twee zaken ondertekend. Eén is wat we noemen een contingency lending voor flooding. Je weet dat wij zo af en toe getroffen worden door zware regenbuien, overstromingen, situaties in het binnenland. En dan moeten wij altijd rennen om dat geld te zoeken om de mensen hulp te bieden. In dit geval hebben wij een 30 miljoen financiering gedaan. Het is een lening die slechts gebruikt zal worden indien er een wat men noemt disaster zou uitbreken. Zoals hij het ook zei, het is een soort verzekering. Je hoopt niet dat je het ooit zal gebruiken, maar indien er wat gebeurt, dan ben je er zeker van dat je het geld hebt om heel snel hulp te bieden. En dat is fantastisch, want je weet het. Een ongeluk schuilt altijd een klein hoekje. Plotseling heb je een groot probleem. Of het is de afval, of het is een bosbrand, of het is wateroverlast. En dan ga je daarvan gebruik maken. Verder, in het diversificeren van onze economie, zijn we ook hard bezig natuurlijk in de landbouw. En we hebben dat was geen lening, dat was een schenking van de EU via de IDB voor 2,7 miljoen. En dat is voor het 2,7 miljoen US dollar. En dat is voor het opzetten van het landbouwlaboratorium. Waar mijn collega en ook denk alle landbouwers heel erg blij mee mogen zijn. De asfalteringswerkzaamheden aan de nieuwe highway te Afobaka verlopen vlot. Met de projectdrager Maya Rampiare leggen wij de focus op deze werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gestart in november 2017. En we zijn momenteel bezig dus met de grondverbetering, de duikerwerkzaamheden, het opwerpen van de bermen en het graven van de wegsloten. We zijn in principe bezig met de grondverbetering en het aanbrengen van de duikers. Tevens moeten we op één locatie, dus over de Pararivier. En we zijn daar ook in voorbereiding met de voorbereiding voor de aanleg van de brug. De verbindingsweg, dus die loopt vanaf de Afobakkaweg ter hoogte van mast 20, tussen 19 en 20, naar de JF Kennedy Highway. En het komt uit op ongeveer kilometer 44. Het ministerie is in principe bezig over de gehele strekking. Zoals ik het eerder aangaf, momenteel met grondverbetering. We hebben daar circa 90% van af. Op dit moment liggen slechts de lage delen nog, die zouden nog moeten worden uitgevoerd. En zoals ik het ook eerder zei, op één locatie moeten we over de rivier, dus daar komt er een brug. We zijn redelijk op schema. En natuurlijk daar waar we toch wat minder goed op gang zijn, gaan we proberen in te halen. Maar we zijn op dit moment redelijk op schema. De opdrachtgever dat ligt in handen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. De directievoering wordt gedaan door ACE Consultancy. Die zijn dus dagelijks in het veld. En de aannemer is CGN Dalian. De weg krijgt een karakter van een highway. Dus hij wordt een 2x2 rijstroken weg. In principe waar geen langzaam verkeer is toegestaan. En met een
waarbij een hele hoge snelheid wordt toegestaan over die 10 kilometer. De weg is als volgt opgebouwd, van onder naar boven. 50 centimeter blended sand, dat is een mix van savannesand met lateriet. Daarbovenop komt er een laag gestabiliseerd materiaal van 25 centimeter. Daarop 15 centimeter beerscores en twee asfaltlagen van elk 6 om 4 centimeter. Districtscommissaris Nisha Kurban is onlangs beëdigd tot de nieuwe DC van het district Nikeri. Hiervoor heeft zij het ambt vervuld van ambassadeur. We zijn op bezoek vandaag en hebben met haar een kort gesprek. DC Kurban, welkom. U was ambassadeur, zei ik in de aankondiging. Hoe is die switch tussen ambassadeur zijn en nu DC zijn? De switch van ambassadeur naar districtscommissaris. Ik zie geen problemen in die switch. Het is voor mij makkelijk en soepel gegaan. En wat is het verschil tussen in werk hoor, tussen ambassadeur zijn en een districtscommissaris zijn? Beide functies vertegenwoordig je eigenlijk de staat Suriname. Het verschil is dus als ambassadeur dat je eigenlijk je land, je regering, in een ander land vertegenwoordigt. En dan zijn er weer andere spelregels daar. En als districtscommissaris ben je in principe de vertegenwoordiger van de regering in het district. Zo, en dat brengt een heleboel taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met zich mee. Maar desondanks, ik zit nauwelijks 2 maanden en het lukt me aardig. Maar welke is moeilijker, ambassadeur zijn, DC zijn? Beide functies hebben zo hun moeilijkheden en makkelijkheden. Dus Ik heb niet ernaar gekeken van wat moeilijker is en wat makkelijker is. En wat is voor u de beweegreden geweest om de diplomatie te laten voor het ambt van districtscommissaris? U moet weten dat ik van Nikeri ben. En terug uit het buitenland, in dit geval Guyana, zijnde in Paramaribo en dacht ik op een gegeven moment, laat mij toch iets voor mij district betekenen. En daarom ben ik teruggekeerd naar Nikeri. En een paar maanden hier te zijn geweest, gesproken te hebben met de mensen, de zaken bekeken in Nikeri. En toen het mij gevraagd werd, heb ik gezegd, laat mij erover nadenken. Er is weer gevraagd. Ik heb gezegd, in principe heb ik geen problemen als ik het district zou mogen leiden. En zo is toen het een en ander verlopen. Ben ik erin gerold. Oh, en hoe is het opgevangen bij de bevolking van Nikeri, bij de mensen van Nikeri, dat Nisha Kurban nu de DC is? Tot nu toe heb ik eigenlijk positief ervaren. De geluiden die ik heb gehoord uit de gemeenschap zijn powerful geweest naar mij toe. Ook in mijn vragen, in mijn gesprekken met de verschillende instanties, stakeholders, organisaties, zijn de zaken goed verlopen. Ik heb zo aangegeven hoe ik wil werken. En dat is ook wel positief ervaren. Dat is belangrijk, omdat je maakt een nieuwe start en het is goed als het positief wordt opgevangen. Maar u komt zelf uit Nikeri, u kent het reilen en zeilen in het district. U bent nu de burgermoeder van het district. Wat zijn voor u de beleidsprioriteiten? Op de eerste plaats heb ik mij eerst goed georiënteerd. Ik bedoel, daarvoor al kende ik dat. Maar dan bekijk je de problemen vanuit een andere bril. Hè? Maar nu als DC moet je wel een beetje anders er tegenaan kijken. En dat heb ik gedaan. Ik heb me natuurlijk hebben een aantal zaken al vanaf het begin mijn aandacht getrokken. Zoals onder andere een stukje veiligheid, een stukje ordening. Dus daarmee ben ik begonnen. Maar natuurlijk kan je niet zo patsboom beginnen. Ik heb eerst gesprekken gevoerd met de verschillende instanties. En aan de hand daarvan, ik bedoel de geluiden uit de gemeenschap. En die geven eigenlijk richting waar je naartoe moet gaan. En u moet weten dat je als districtscommissaris eigenlijk ook binnen je mogelijkheden
en je vermogen eigenlijk zaken kan aanpakken. En uit die hoofde heb ik dus geprobeerd een aantal zaken aan te pakken. En natuurlijk, Nikiri is een agrarisch district, een productiedistrict. Dus dat heeft al mijn aandacht. En al vanaf de eerste dag van mijn aantreden, kan je zeggen, beginnen er bepaalde klachten binnen te komen. En dan moet je even kijken hoe je dat zo goed als mogelijk kan aanpakken. En tot nu toe lukt het een beetje. Vooral voor de kleine zaken lukt het wel, maar u begrijpt, voor een grotere aanpak, dan bent u ook een beetje afhankelijk van de centrale overheid. Een tiental vrouwen is onlangs gehuldigd voor hun bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd op sociaal, economisch en maatschappelijk vlak. Deze vrouwen hebben de afgelopen jaren baanbrekend werk verricht en zijn overal op de maatschappelijke ladder terug te vinden. Het team van Focus was op locatie en heeft het volgende voor u vastgelegd. Vandaag, 9 maart, wordt hier op het complex van het commissariaat Komowijnen in samenwerking met het districtscommissariaat en de organisatie The Purple Move van Komowijnen een minibeurs, mini-beraderie georganiseerd en een aantal vrouwen die zich op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied verdienstelijk hebben gemaakt, worden gehuldigd. Het thema van deze minibeurs is Vrouwen in onderneming. Zij zijn ook vrouwen en zij werken ook evenveel hard. Dus de waardering en het respect die men geeft, die jullie geven aan de vrouwen of aan de mannen, hebben wij van het commissariaat besloten om u ook te huldigen. Mooi. Zodat u ook, als uw motivatie 99 was, dit vanaf vandaag met 100 begint. Yeah. En dan gaat u naar top. Ja? Gefeliciteerd. Ja. Ja. Dit is een student. Ja, toch? En ik wil verhandigen. Elke dag, als er een bloemetje erin zet, is in naam van de vrouwen van Kona. Thank you, thank you, thank you. Nou, ik ben zeer ontroerd. Ik ben helemaal emotioneel geraakt. Ik ben ook heel dankbaar dat Komowijnen, de ondernemers in het bijzonder, mij hebben gewaardeerd en gehuldigd door de DC. En ik ervaar het als iets geweldigs. Er werd gezegd dat u een ondernemersgeest heeft. Kunt u dat voor ons allemaal verklaren? Ja, dat klopt. Ik ben van huis uit. Voor de mensen die me kennen, inspecteur van politie. Ik ben hier gemuteerd voor het werk. En natuurlijk kreeg je allerlei vrouwen op het bureau. En ik heb toen gemerkt dat de vrouwen talenten hebben. Ik ben gelijk naar mijn lening gestapt. En ik heb gevraagd om me uit te lenen. En dat hebben ze gedaan, met veel genoegen. En ik ben gelijk begonnen om de ondernemers, die vrouwen die bang was om uit te treden, de vrouwen die eigenlijk angstig waren om de stap te maken naar het ondernemen, heb ik dan begeleid, gecoacht, geadviseerd. Ik had dit niet verwacht. Ik ben wel heel erg blij natuurlijk. Kijk, als je iets doet, verwacht je niet dat je geld ervoor terugkrijgt en zo. Maar als je die waardering krijgt, doet dat je al een heleboel. Vooral weet je, wat je doet eigenlijk, het sociaal werk dat je doet, doe je niet omdat je denkt van je wil namaken. Je wil dat mensen naar je kijken of zo, dat je opvalt. Maar het is meer dat je weet dat je mensen kan helpen, weet je.
En dat geeft je een voldoening als mens. En dat is heel erg belangrijk. En als die waardering dan ook komt, dan motiveert het je nog meer om het werk verder te gaan doen. Wat heeft u concreet gedaan de afgelopen jaren dat u zo in de bloemetjes wordt gezet? Nou, een heleboel als toen personeel, medewerker van sociale zaken. Dan was je al in contact met mensen die problemen hebben. En nu ik met pensioen ben, heb ik ook weer de taak als coördinator van sociale zaken binnenkomen wijnen om ook nog steeds problemen te identificeren. En voor zover het mogelijk is om dan oplossingen te brengen, natuurlijk via sociale zaken. En ook coördineer ik het distribueren van pakketten die verkocht worden. En dat is dan in heel Kommerwijnen, die dingen voorzie ik, samen met natuurlijk mijn crew. En zo ook dat je dan hoort van kijk, er zijn mensen die het erg moeilijk hebben. En dan probeer je ook op die manier die mensen tegemoet te komen. Kijk u, gisteren was Internationale Dag van de Vrouwen, 8 maart. Dat wil zeggen dat de vrouwen gewoon op die dag helemaal op het hoogste niveau worden gezet. Ja, toch? Maar dan ga u kijken als u die vrouw daar huldig goed. Toch? Zijn vrouwen in Kommerwijnen, ik net in mijn speech heb aangehaald, verschillende of uit verschillende soorten mensen. Dan maakt het niet uit de schoonmaakster, de persoon die in de tuin werkt of de landbouw doet. Toch? Er zijn dan vrouwen van bepaalde gebieden die gewoon met kop en schouders uitsteken. Ja, toch? En daar gemeend hebben samen met Purple Movement om die vrouwen te huldigen. En dan moet u gewoon ze een beetje in de bloemetjes zetten. Toch? Wij maken een certificaat. Het commissariaat is eigenlijk het aanspreekpunt van het district. Toch? Als districtscommissaris, vertegenwoordiger van de regering, wordt alles gewoon op het bord van het commissariaat gezet. Van daaruit vindt dan die samenwerking plaats met alle actoren. Dan maakt het niet uit of het particulier is of van de overheid. Vandaan wij het gemeend hebben met de Murmelt Groep Kommerwijnen en het commissariaat die mensen te huldigen, die een beetje, en zodat het ook een voorbeeld mag zijn toch, voor de opkomende vrouwen en de jonge dames. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goeiedag.